Nou, ik heb meegekeken. Bewoners van Zuidoost en Noord stonden zaterdagnacht even raar te kijken. Plotseling verschenen er grote lichtbollen aan de hemel. Ze pakten snel hun camera om het mysterie te filmen. En ze stuurden de filmpjes op naar AT5. Het is geen fucking licht. Wat is dat? Wat de fuck is dat? Kijk daar nog eentje. Kijk op mijn telefoon, het geeft licht, kijk. Het geeft licht, kijk. Ja, ik zie dat het licht geeft. Nee, andere kleurtjes en zo, check. Ja, ik zie dat het andere kleurtjes geeft. En die ook. What the fuck is dit? Dit werd gefilmd in Zuidoost en ook in Noord werden de lichtbollen gezien. Van die richting, over het dak zo, en je ziet dus daar tussen die takken zag je zo doorgaan. En er vloog net een vliegtuig. En dat leek net helemaal in te houden en daarna helemaal scheef te gaan hangen. En net alsof hij eigenlijk schrok van die lichten die dichtbij kwamen. Navraag bij de luchtverkeersleiding leverde op dat het waarschijnlijk om Chinese ballonnetjes gaat. Deze papieren ballonnen worden in brand gestoken en stijgen dan op. Ja, een ballonnetje dat blijft niet stilstaan op één punt. En dat gaat ook niet in een hele rechte lijn als het wind stil is. Gewoon, als het ware, door de lucht heen. Dat klopt niet. Monique stond aan de grond genageld toen het vreemde verschijnsel voorbij kwam. Wat het wel zou kunnen zijn, kan ze maar moeilijk verklaren. Ik denk zelf dat het wel iets van buitenaards is. Hoe of wat het ook mag zijn, maar het is iets buitenaards, want ik heb het er nog nooit eerder gezien. En na ongeveer een kwartier verdwenen de bollen uit het zicht.